goed, toen ik hier zat, heb ik inderdaad eerst Nederlands, Engels, literatuurwetenschap gestudeerd. En dan ben ik eigenlijk gisteren achterna gegaan en ben ik in Berlijn Nederlands literatuur gaan studeren. Echt een puikenplaats om Nederlands literatuur te studeren. Je kan je helemaal opgaan in de sfeer van Kestner. En ik was ook altijd de eerste van de klas, want mijn medestudenten spraken over Zurule Buissen, Cyril Buissen, dat zijn want Benjamin spreekt iets te over woorden over mij, want ik heb dat postgraduaat Duits, of hoe je dat noemt, nooit afgemaakt. En ik ben met grote onderscheiding leraar en opleiding afgemaakt. Het was een fijne periode, hier ook aan later in de lessen van professor De Grauwe, die ik stevast volg, want ik ben altijd een hele punctuele jongen geweest. Maar ik moet wel erkennen dat ik daar vooral, ik gaf altijd voorbeelden uit de grammatica waarbij er dan een ingewikkelde zinsconstructie stond en daaronder stond er dan bijvoorbeeld H. Heine. En dan vroeg hij altijd, kent iemand de voornaam? Heine! Ik had die boeken nooit gelezen, maar die auteurs waren er altijd bij. En dan later, toen ik 29 jaar was, 19, toen ik 29 jaar was, toen had ik al een dochter van twee die ik Lotte heb genoemd. En dat is wel degelijk door het boek Dubbele Lotje, ze heet voluit Lotte Lena Lin. En daar zit een beetje Lotte Lenja in. Dus er is allemaal over nagedacht. Dat is allemaal over Erik Kestner is een... ik vind het een geweldig goede auteur, een beetje met het boek waar ik iets uit wil voorlezen, Fabian, waarvan de vertaler Ernst van Altena heeft zijn zoon ook Fabian genoemd. Dus het is echt wel een indrukwekkende auteur. De ondertitel is eigenlijk Fabian of de geschiedenis van de journalist. Het is geschreven eigenlijk eind jaren 20. En wat mij altijd verbaast aan het boek is niet alleen de enorm heldere stijl waarin het geschreven is, net zoals ook zijn aforismen altijd ongelooflijk helder en toch veelzeggend zijn. Hè. Je hebt zo Freunde, nur gut, lächelt und sprecht, die Menschen sind gut, bloß die Leute sind schlecht. Zo Erik Kestner in volle, of ob Sonnenschein, ob Sternengefunkel, im Tunnel bleibt es immer dunkel. Ja, dat is zo een beetje, dus om maar te zeggen dat Kestner mij mijn hele leven al begeleid. De gang was verlaten. Op de redactie Handelen en Nijverheid brandde licht, er zat niemand in de kamer, de deur stond open. Jammer dat Malmi al naar huis is, zei Münzer een beetje boos. Nu heeft hij zijn auto weer niet gezien. Een ogenblikje. Münzer is dus de hoofdredacteur, voor alle duidelijkheid. Een ogenblik, ik moet even horen wat er in de wereldgeschiedenis gebeurt. Hij rukte een deur open, schrijfmachines ratelden, uit de rij telefooncellen langs de muur drongen als uit de verte de stemmen der stenotypistes door. Iets van belang, schreef de Münzer door het lawaai heen. Reden van de Rijkskanselier, antwoordde een vrouw. Jawel, zei de redacteur, die vent gooit met zijn geklets de hele eerste pagina overhoop. Is die tekst al volledig doorgekomen? Ja, cel 2 neemt de tweede, derde part op. Direct in de machine ermee en dan naar mij toe, commandeerde Münzer, sloeg de deur dicht en bracht Fabian in de vertrekken der politieke redactie op. Kijk eens naar zo'n rommel, een aardbeving van papier. Hij vroette in een stapel ingekomen berichten, knipte als een coupeur er hier en daar iets uit en legde het opzij. De rest gooide hij in de prullenmand. Vooruit, in het korfje, zei hij onderwijl. Dan belde hij en bestelde bij een bode in livrei een fles moezel met twee glazen en gaf geld. Mannen die in het water sloegen. Hij trok zijn jas uit en sprong het kind na om het te redden. Twee trams bleven staan. De passagiers sprongen van de wagens en keken toe wat er gebeurde. Aan de kant, honden opgewonden mensen heen en weer. De kleine jongen zwom huilend naar de kant. Fabian verdronk, hij kon helaas niet zwemmen. Dank u wel.